heel vaak binnen. Hij komt heel vaak binnen via 60-30 van onder andere Tanja, van Ben. Wat vind je van het EK-anthem van Dimitri Vegas en Like Mike? We zullen misschien een klein stukje laten horen, want voordat je... Dit gaat zo. Dat is hevig een type, Clément. Ja, ik vind dat heel geslaagd. Ja? Dat zo een voetballeed, dat moet eigenlijk om twee basisvoorwaarden voldoen. Ja. Het moet fundamenteel dom zijn. Hè? En dat is dit, met vlag en wimpel. En het moet ook muzikaal, zou zeggen, armoedig zijn. Alleen met alle respect voor mensen die echt in armoede leven. Hè. Ja. Dat even tussen oksjes. En maar dat is ook heel geslaagd. Ja, dus geslaagd. Dus proficiat gasten. Eigenlijk onderscheiding. De grootste onderscheiding. Okay. Jasser die vraagt, wat is het allerbeste, meest onderschatte nummer van dit ogenblik, Clément Peres? Wel, dat is een heel interessante vraag. Dat is een nummer, dat is ook een beetje een soort experiment. Dat is uitgebracht door het Lemmens Instituut in Leuven, het conservatorium. Die hebben ook een afdeling computerwetenschappen en muzikologie. En wat hebben die nou gedaan? Die hebben op basis van heel ingewikkelde algoritmes voorspeld hoe dat een nummer een hit kan worden. Hm. Maar ze zijn nog een stap verder gegaan. Ze hebben zelf de computer zo'n nummer laten maken. Ah, ja. En de basis van die algoritmes, dat was Coldplay, Mumford & Sons, reeds genoemd. En dan kun je kiezen de opties met of zonder multiculturele saus. Ja. Hè? Ze hebben dan met gekozen, dus dan hebben ze er nog een guit Buena Vista Social Club bijgezweerd. Ja. En dan moesten ze nog een tekst hebben. En dat hebben ze dan gedaan op basis van de teksten van Yevgeny. Ja. Die dan wat algoritmisch, digitaal verhaspeld zijn. En dan moesten ze de naam op plakken. Ze hebben voor iets onnozel gekozen, Erik Vlaanders. Maar het resultaat is heel geslaagd. Dus als hun voorspelling klopt, dan zou dat binnen dit en een wijk... een halve wereldhit moeten zijn. Hola. En we gaan hem ongelooflijk. Dus, we gaan die met... Ik denk dat het een computer is gemaakt. Nee. We gaan die met veel plezier spelen. Dus dit wordt een wereldhit. Ja. Volgens studies. Volgens het Lemmens Instituut. Volgens het Lemmens Instituut. Ja, nee. Oké. Okay. Maar Erik Vlaanders en Borikito, is het dat nummer? Ik vind het hier precies. Ja, we hadden het al wel. Ik speel het met veel plezier. Clément Peres, ik dank u om naar hier te komen. Dat is gerig gedaan. We zien elkaar op 5 en 6 augustus op Linkerwoever. Oké, dat is... En te lang moet die Borikito ook niet draaien. Nee, maar het is maar 2 minuten 28. Oh, oké. Ja. Kan niet mislopen. Dat is misschien... Oké. Bedankt, Clément Peres, voor alles. Sowieso, voor alles. Dit is Erik Vlaanders. Borikito, kom het toe.